En welkom bij een fantastische video. Ik ben Davani. Ik ben Jayona. En jij kijkt naar Daily Twin Line. Vandaag hebben we belachelijke vragen voor jullie. En ja, ze zijn nogal belachelijk. Ja, en ben je nou benieuwd om wat meer van ons te weten, maar dingen die eigenlijk, ja, die we niet zo snel in de Q&A zouden zeggen of iets. Blijf ervoor kijken. De eerste is, heb je wel eens in je broek geplast van het lachen? Zo vaak. Ja, zo vaak. En hoe oud was je toen, Fiona? 12. Ik ook. Vorige week nog of zo. Sorry, maar ik plas echt heel snel mijn broek. Als ik heel hard lach. Als je gekieteld wordt. Ja. En dan ontkennen, nee, ik heb echt niet mijn broek geplast. Nee. Dat was maar een grapje. Oké. Okay. Too much information. Volgende vraag. De volgende vraag is, op welk moment in je leven ben je het meest bang geweest? Mijn eerste horrorfilm, denk ik. Ja? Ja. Is serieus, toch? Ja. Nee, ik vond die echt niet eng, als ik heel eerlijk ben. Nee, ik vond het ook wel meevallen. Maar gewoon, ik had gewoon zoveel ervan verwacht dat er van alles zou gebeuren en zo. Want ik wist gewoon niet wat ik moest verwachten. Oh, ik weet al wanneer ik het meest bang ben geweest. Nou? Dat was 1 of 2 jaar geleden, voor mij 1 jaar geleden. En toen wilde ik, het was toen Ramadan. En ik liep in de nacht liep ik naar beneden om even paracetamol te slikken. Want ik had best wel hoofdpijn. En dus ik ging naar beneden. Ik hoorde gewoon echt dat er mensen, zeg maar inbrekers, dan zeg maar pannen overhoop aan te halen waren, weet je. En dus ik was er heel van overtuigd. Dus had ik dat tegen mijn vader gezegd. En die moest toen mee naar beneden. Mijn vader geloofde me niet. Maar ik had echt zo'n sterk gevoel dat zo was. Dus ik dacht van, ja, mijn vader zit er wel heel stoer te doen. Maar dadelijk is er echt een inbreker. Dus toen kwamen we beneden en er was niks. Niemand. De kast, alles stond gewoon nog netjes en zo. Dus ja, het was wel heel gek. Maar ik was echt heel bang. Wij zijn altijd wel heel erg bang geweest voor inbraak. Omdat een paar jaar geleden, toen gingen we op vakantie. En toen is er bij ons dus ingebroken. En ja, we waren nog best klein, dus ja, dat is natuurlijk best wel eng. En ik heb nu nog steeds best, dus dan weet ik het gevoel heb dat er iemand anders is en dat ik gewoon echt onder het bed ga kijken. Ook op maar volgens mij onder. Wel bijna iedereen wel eens van dat ze denken, ja, dat er iemand anders nog is. Maar laatst, ik denk een maandje of zo geleden, toen kwam dus de politie aan de deur. Omdat er dus in de wijk, ja wat was het nou, er liep een dief rond of zo en die had geprobeerd ergens in te breken. Maar ja, we hoorden iemand gillen, was het hè? Gillen. Mm-hmm. En ja, dus wij waren een beetje, wij waren gelijk naar boven gerend. We waren een beetje van, dus toen waren we vanuit het raam met die agent gaan praten. Dus ja, dat was eigenlijk best wel eng, want ja, je weet natuurlijk maar nooit, misschien dat het wel bij jou is dat er ingebroken wordt. Ja, maar ja, wij geloven eigenlijk dat het al staat voor je voorgeschreven. Ja, precies. Dus dat is eigenlijk wel iets geruststellends van, oké. Het is eigenlijk al bepaald wat er gaat gebeuren met je. Dat geloven wij dan. Na die inbraak hadden onze ouders echt hele speciale dure sloten overal bij het raam, bij de deur. En ook nog eens camera's overal gezet in de tuin en zo. Ja. En nu ook echt dachten wij een beetje van, waarom zoveel? Ja. En soms hebben we een soort van mini meet and greet. Maar dan, in plaats van dat jullie ons zien, zien wij jullie op de camera in onze tuin. Yay! Ja, dus dat kunnen we ook altijd zien. De volgende vraag is, heb je wel eens in een rij voorgedrongen? Nee, volgens mij niet. Nee, wij waren vroeger nogal vrij braaf. Ik heb ook nog nooit straf gehad of zo. Ja, op de basisschool. Thuis dan wel vaak. Maar toen kwam het beest los. Maar we hoorden ook echt vaak van vriendinnetjes dat ze dan zeiden van, ja thuis, als wij bij jullie thuis zijn, zijn jullie zo druk en op school zijn jullie zo rustig. Hoe kan dat? Tja. Nou. Maar ja. Nee? Ja, wij hebben nooit echt voorgedrongen in de rij of zo, want wij waren toch echt bang echt voor de consequenties. Zo braaf en zo bang voor de consequenties. Neem daar voorbeeld aan. Nee, grapje. Maar in ieder geval zo waren wij dus. Good girls. Good girls. De volgende vraag is, heb je ooit tranen van geluk gehad? Nou, ik kan me niet heel erg herinneren, maar volgens mij wel 2 keer in mijn leven in ieder geval. In ieder geval toen onze ouders terugkwamen van de harts. En toen Naim geboren was, toen gingen we ook wel huilen. Ja. Zelfs Chiona. Ja. Ja, ja. De volgende vraag is, welk lichaamsdeel vind je het mooiste en het lelijkste?
aan jezelf. Nou, laten we beginnen met het lelijkste en afsluiten met het mooiste. Ja. Ik denk het lelijkste? Nou, eigenlijk geen één hoor. Nee, Robje. Nee, ik denk bij mij is dat mijn tanden. Omdat ik last heb van tandplak of zo. Maar het gaat mij vooral om dat ze scheef staan. En ik krijg gelukkig een slotjesbeugel nog. Maar dat moet ik eerst nog even verwachten. Ik vind zeg maar, ja, mijn... hoe zeg je dat? Mijn wangen, zeg maar, mijn hoofdvorm. Ik vind het te opgezwollen, zeg maar. Te hamsterig. Maar in ieder geval, oh, nog een kleine mededeling. We hadden een paar maanden geleden een plaatbeugel, maar dat hebben we nu niet meer. We wachten nu op de slotjesbeugel, dus. Ja. Voor het geval dat je dat niet wist, mocht je een updated beugelvideo willen zien, laat het vooral achter. Want we hebben nogal veel meegemaakt met die beugel en de ortho. Oké, het klinkt misschien heel erg, maar ik ben wel blij met zeg maar hoe mijn gezicht is. Behalve dan mijn tanden. Behalve mijn tanden, die vind ik echt super lelijk. Maar ik vind mijn mond zelf vind ik eigenlijk oké. Mijn neus ook oké. Mijn ogen ook wel oké. Mijn wimpers vind ik wel leuk. Maar zeg maar het geheel is gewoon flauw. Nee, oké. Daar ben ik wel blij mee. Oké, ik denk dat ik of mijn haar of mijn ogen het mooiste vind. Maar ja, ogen vind ik denk ik toch het mooiste bij. Dankjewel. Nou, mijn ogen dan bij deze. Wie is de laatste persoon die je een zoen hebt gegeven? Oeh. En nou, eigenlijk is het gewoon heel saai. Toen ik naar bed ging, had ik mijn moeder een kus gegeven. Ja, ik ook. Goedemorgen, mama. Ja. Nou. Ja. Sorry, geen boyfriends. Dus boyfriend, dat is mijn make-up, gaat er niet in zitten. Nee. De volgende vraag is, op welk Disney-figuur vind je jezelf het meest lijken? Nou, ik weet het. Zullen we van elkaar het dan zeggen? Ja. We gaan even eigenlijk van prinsessen, ja? Jij? We lijken niet echt op een Disney prinses. Je kan misschien van mij zeggen Belle, want ik heb bruine ogen en bruin haar. Maar dat is gewoon grote lijnen. Ja, maar er is volgens mij geen Disney prinses met blauwe ogen. Eigenlijk hebben alle Disney prinsessen een beetje hetzelfde gezicht. Maar dan met andere kleuren. Dus zullen we maar gewoon van grote lijnen doen? Ja. Esmeralda, ja. Oh ja, die vond maar ik dan heb jij stel haar. Ja. Nou, als ik maar gekruld heb. Ja, dit is Esmeralda en dit is Pocahontas. Nee, joh, niet. Nee, ik lijk op Mulan. Nee, je hebt niet zo'n Chinees hoofd. Maar ik ben wel een beetje Chinees. Ik ben wel een beetje Chinees. Pocahontas lijkt wel een beetje Indonesisch, maar jij lijkt niet Indonesisch. Jij wel. Nee, ik lijk wel Indonesisch, maar niet mijn huidskleur. Ach ja, we weten het niet. Nee, ik ben Esmeralda en dat is Pocahontas. Welke film heb je wel minstens 10 keer bekeken? Twilight. Just Go With It hebben we echt heel vaak gezien. En Twilight ook. Oké, het is Just Go With It en Twilight. Die hebben we super vaak gezien. Ja, en de Disney films. Ja, Disney films. En Hot Chick. Heb je wel eens buiten geplast? Nou, ik denk dat iedereen wel als kind buiten heeft geplast, maar... Als je dan heel lang in de auto zit, als je dan bijvoorbeeld op vakantie ging en dan denk ik, hoe net van dit? Ja, we zitten in the middle of nowhere, er is geen tankstation hier. Buiten? Ja, maar dan was dat wel altijd helemaal zo'n bos en dan moest het weer... Dan deden we echt zo'n deken helemaal zo. Ja, maar ja. Nu zou ik dat echt niet doen. Nee, ik ook. Echt gewoon niet. Netflix en Pop-Tarts. Netflix en... Oké, allemaal. Wij willen even iets mededelen. In onze straat gebeurt er nu voor de 100ste keer een auto-ongeluk op de kruis. En dat is in... Op de kruising. En iedereen die dit ziet, laat het in de reacties achter. Hashtag stop verkeersongelukken door stoplichten te plaatsen. En nog iets. Ik wil dat rood vervangen wordt door roze. Oranje door geel. En groen door mintgroen. Dank u wel. De volgende vraag is, geloof je in geesten? Nee. Nee. Wij geloven wel op de islamitische manier, zeg maar, dat er jins... En slechte djinns zijn, maar niet dat er echt geesten zijn waar je bang voor moet zijn. Djinns zijn een soort geesten, maar ja, wij niet per se dat... echt in
geesten. Ja, wij geloven dat zolang je gewoon trouw blijft aan Allah, dat je daar eigenlijk gewoon niet bang voor hoeft te zijn. En er sowieso ook een bepaald, ja, heel kort gebed, eigenlijk gewoon een woordje dat je dan kan zeggen dat, zeg maar, al het kwade weggaat. Dus, ja. De volgende vraag is, draag je wel eens een badjas? Draag je wel eens een badjas? Ja. Nee. Altijd gewoon na douchen, dan sla ik dan op en dan kled ik me om in de badkamer. Maar ik begrijp sowieso niet, waarvoor is een badjas? Ja, ik draag het soms. Vind je iets mooi bij anderen wat je bij jezelf niet mooi vindt? Tuurlijk, iedereen heeft toch wel zo'n dingetje. Ja. Minst goede nagellak. Bij zoveel mensen denk ik, oh, het zat echt mooi. En dan doe ik het op en dan denk ik echt van, tja, Mani, waar zit je dan? Met je mintgroene nagels. Ja, ja, ik weet niet. Het staat maar niet. Of harde wenkbrauwen. Sommige, ja, mensen kunnen het echt harde hebben. Harde wenkbrauwen. Maar als ik dan make-up echt op doe en ik doe dat bij mezelf, dan denk ik echt van, nee. Nee, sommige mensen staat het echt goed en dat het dan echt zo strak is. Maar als ik een beetje mijn wenkbrauwen bijteken, lijkt ik op Mr. Bean. Dus dat waren alle vragen en ik hoop dat je het leuk vond. Doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten en te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En jij kan ook meedoen met deze belachelijke vragen. En laat gewoon vraag nummer 1 punt en jouw antwoord. Dus wij zijn er eigenlijk ook wel heel benieuwd naar. Of heb jij nog zelf een belachelijke vraag in de reacties? Laat ze dan achter. Dan kunnen wij ons best doen om ze te beantwoorden. En tot de volgende keer. Doei doei!